Peter is scheikundige, gepromoveerd aan de TH in Eindhoven en momenteel werkzaam als adviseur duurzame projecten. Hij is ook medeoprichter van de Waterstofcoalitie Limburg, een onafhankelijke netwerkorganisatie voor de waterstoftransitie in Limburg en omgeving. En binnen deze coalitie is hij verantwoordelijk voor kennisborging en overdracht. Peter, fijn dat je kunt komen. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben geen veiligheidskundige, anders had Marcel dat wel verteld. Maar ik heb natuurlijk bij het werk wat wij aan waterstofprojecten doen, zicht op veiligheid en risico's. En daar probeer ik straks iets over te vertellen. En uiteraard als u vragen heeft, stel ze via de chat en dan kan ik proberen die te beantwoorden. Goed, even een algemene inleiding. We hebben natuurlijk in Nederland een energietransitie en een belangrijk onderdeel daarvan is aardgasloos bouwen. Er wordt op een aantal plekken in Nederland al gekeken naar de potentie van allerlei vervangers van aardgas. En dan praat je over pilot- en demonstratieprojecten. En die worden vooral ingezet door netwerkbeheerders, maar ook door lokale partijen, zoals burgers, die bijvoorbeeld in energiecoöperaties verbonden kunnen zijn. Betrokkenheid van bedrijven, dat moet vaak nog op gang komen in deze pioniersfase. En dat is het. Dus vandaar dat over allerlei vervangers van aardgas misschien nog een heleboel moet worden nagedacht. Oké, er zijn op het gebied van vervanging van aardgas door waterstof in Nederland een aantal pilots. En ik geef hier voorbeelden, waarschijnlijk niet alle in Nederland. Dus als u er niet bij staat, dan weet u mij te vinden, dan hoor ik graag die informatie. Maar dit was in ieder geval wat ik had. Ik ga niet op alle gevallen hierin, maar u ziet eigenlijk, als u de plaatsen leest, dat door heel Nederland, zowel van noord naar zuid als van oost naar west, werk wordt gedaan aan pilots op het gebied van waterstof in de gebouwde omgeving. En de partijen die daarbij betrokken zijn, die kunnen heel divers zijn. Ook dat heb ik hier bij de voorbeelden genoemd. Eigenlijk is er één algemene lijn bij al deze pilots, namelijk dat je ofwel waterstof vlak bij het gebouw kunt opwekken en opslaan, ofwel op afstand van het gebouw wat je wil voorzien van waterstof. En dan kun je opslag in de wijk doen of je kunt transport vanaf de opwekplek naar de wijk doen, bijvoorbeeld met een tube trailer, dus vervoer over de weg. En wat belangrijk is om te weten is dat deze opties allemaal apart benaderd moeten worden als het gaat om veiligheids- en risicoanalyses. En daarbij wil ik dan nog even de nadruk leggen op opslag. De eerste spreker heeft al iets gezegd over opslag. Niet zozeer van waterstof als meer in het algemeen. Waterstof wordt gezien als een van de interessante opslagmogelijkheden voor energie naast batterijen. Het grote verschil is dat waterstof in staat is om weken of zelfs maanden behoefte aan energie te overbruggen, terwijl het bij batterijen maar heel beperkt is, tot uren en dagen. En dat is het grote verschil. Dus als wij onze energietransitie in goede banen willen leiden, dan zullen we zeker naar opslag met waterstof moeten kijken. Waterstof kan energiedrager zijn voor verschillende systemen. Je kunt het hebben over cv-ketels. Hè. U heeft ongetwijfeld zelf een cv-ketel in huis die op aardgas draait, maar dat is niet de enige mogelijkheid waar je waterstof kunt inzetten. Je kunt het ook inzetten met brandstofcellen. En ik zal straks even kort vertellen wat een brandstofcel is. En hieronder staan wat bedrijven in Nederland die daarmee bezig zijn. En je ziet dat heel veel bedrijven voorop lopen wat betreft de realisatie van cv-ketels bijvoorbeeld. Ik heb er hier drie genoemd, maar er zijn er veel meer. Hoe werkt dat dan? Je kunt waterstof op verschillende manieren maken. Eén daarvan is elektrolyse, dus het splitsen van water. Als je dan waterstof hebt gemaakt via elektrolyse, dan kom je meteen op de behoefte om het op te slaan. En dat kan eigenlijk ter plekke gebeuren waar je die elektrolyse doet, maar het kan ook op een andere plek gebeuren. Maar dan moet je het transporteren naar bijvoorbeeld de brandstofcel of naar de cv-ketel en vlak daarbij opslaan. En wat is nou het verschil tussen een cv-ketel en een brandstofcel? Heel kort staat het hier weergegeven.
Bij een cv-ketel verbrandt u de waterstof, al of niet met aardgas gemengd. En krijgt u dus warmte als product wat uiteindelijk in uw verwarming via heet water getransporteerd wordt naar de plek waar het nodig is. Bij brandstofcellen produceer je direct warmte en stroom. En die warmte en die stroom die kun je inzetten voor verwarming, maar ook voor elektriciteitsvoorziening. Dat is het grote verschil. Hè? CV-ketel, waterstof verbranden, brandstofcel, ook waterstof verbranden, maar daar komt warmte en stroom bij vrij. Waardoor er een stuk van de energievoorziening in een gebouw ingevuld kan worden. Nou, hoe gaat dat dan bij waterstof en waarom is waterstof een interessant alternatief voor het verbranden van aardgas? A, natuurlijk omdat het geen broeikasgas of stikstof veroorzaakt, als je op de juiste manier verbrandt tenminste. Dus geen CO2, geen stikstofoxides, waar op dit moment zoveel problemen mee zijn in de bouw. En dat gaat eigenlijk zoals in het schemaatje aangegeven. Stap 1 aan de linkerkant, je kunt het maken via elektrolyse, ook op een aantal andere manieren, maar daar ga ik niet op in. Vervolgens sla je, als je water gesplitst hebt, sla je de waterstof op. Bijvoorbeeld in een hoogdruktank of in een metaalhydride. Dat gaat dan drukloos bijna. En de zuurstof die vrijkomt bij de splitsing van water, die kan je misschien nog opvangen en op een andere manier gebruiken. Maar anders dan laat je het gewoon los in de atmosfeer. Vervolgens na opslag gebruik je de waterstof. En zoals ik al zei, dat kan in brandstofcellen en dat kan in cv-ketels. En in feite praat je hier over een cyclus. Het water wat je splitst, wat in waterstof en zuurstof wordt gesplitst, dat wordt uiteindelijk in een brandstofcel weer omgezet in water. En op die manier is de cirkel helemaal rond. Dus dit is een heel mooi voorbeeld van een circulair proces. Goed, zoals ik al zei, waterstof is energiedrager voor cv-ketels en voor brandstofcellen. En wat gebeurt er nou in zo'n brandstofcel? Heel simpel. Brandstofcel draait op brandstof op basis van waterstof en zuurstof. Het kan ook een mengsel van waterstof met een andere brandstof zijn. Maar goed, daar wil ik nu niet op ingaan. Maar laten we zeggen, de basis zou waterstof kunnen zijn. Die meng je met zuurstof uit de lucht en die reageert in een brandstofcel tot water. Dat is een simpele chemische reactie. Degenen die de scheikundeles nog herinneren, die zien hier de reactie H2 plus O2 geeft H2O. De verhoudingen kloppen niet, maar dat doet er even niet toe. Maar het mooie van die reactie in die brandstofcel is dus dat er elektriciteit en warmte vrijkomt. En die elektriciteit en die warmte die kun je dus in een gebouw inzetten. Je kunt zelfs alle warmte die je nodig hebt in een gebouw voor verwarming uit een brandstofcel halen. En voor een belangrijk deel geldt dat ook voor de elektriciteit. Dus zo zou het kunnen werken als je brandstofcellen inzet. Dan kom ik natuurlijk op de vraag, is waterstof gevaarlijk? Dat is voor u interessant, hè, omdat er nog wat verhalen in de markt rondzweven van waterstof is verschrikkelijk gevaarlijk. En ik kan daar op dit moment niet nee tegen zeggen, want we kennen natuurlijk allemaal het plaatje van de Zeppelin Hindenburg uit 1937, die heel ongelukkig in aanraking kwam met een elektriciteitstoren in de Verenigde Staten. En toen in brand vloog, waarbij er 36 doden vielen. En dat moet je natuurlijk zien te vermijden. En sowieso moet je niet in een grote container waterstof door de lucht vervoeren. Dat is denk ik een minder slimme combinatie. Want in de juiste verhouding met zuurstof in de lucht krijg je een explosief mengsel. Een scheikundeles weer, knalgas. Misschien dat een scheikundeleraar u dat ooit heeft laten zien. Dat is een hele leuke proef, maar je moet het wel op de juiste manier doen. Je mengt waterstof wat je hebt gemaakt, bijvoorbeeld via elektrolyse met zuurstof. En dan krijg je een mengsel wat dus heel veel energie vrijgeeft. En dat wordt knalgas genoemd. Verder is waterstof potentieel gevaarlijk, omdat je het na maken moet opslaan en transporteren. Anders kan je het niet goed gebruiken. En dat opslaan, dat gebeurt in het algemeen onder hoge druk. Moet je denken aan tussen de 500 en 900 bar. Maar sinds kort zijn er alternatieven bij heel lage druk. Dat wil zeggen atmosferische druk. En dan is dat gevaar, dat risico is duidelijk verdwenen. Maar je kunt ook de vraag beantwoorden met nee. Want waterstof is veiliger dan aardgas, want het vervliegt heel snel. Het is het lichtste gas wat er bestaat. Het blijft dus niet in een ruimte of in de omgeving hangen, in ieder geval niet lang.
Verder is waterstof niet gevaarlijk, omdat er geen grote gezondheidsrisico's aan kleven. Je hebt, in tegenstelling tot bij aardgas, geen koolmonoxide of kooldioxidevorming. En waterstof op zich is niet giftig. Het heeft dan wel een hogere ontbrandingstemperatuur dan aardgas of benzine, maar dat betekent ook dat het minder snel in de brand vliegt. Tot 2021, tot dit jaar dus, was het wettelijk verboden om waterstof naar woningen te brengen, alleen op experimenteerbasis. Dus alle pilots die ik in het begin liet zien, die maken gebruik van die afspraak, dat je dus op experimenteerbasis wel plaatselijke pilots mag doen om waterstof uit te proberen. Dus wat is het eigenlijk het antwoord op deze vraag? Is waterstof gevaarlijk? Het is eigenlijk ja en nee. Ik wil nog even ter illustratie een paar plaatjes laten zien. Hier zie je twee auto's achter elkaar staan. Links is een auto die waterstof in zijn tank heeft zitten, onder hoge druk dus. En rechts is een benzineauto of een LPG-auto. Dat maakt niet zo verschrikkelijk veel uit. Na 3 seconden, stel dat die auto in de fik vliegt, dan zie je in het beeld, zoals op het rechterplaatje, de waterstof vervliegt heel snel in de lucht en je krijgt dus een hele lange vlam. Terwijl benzine of LPG rondom de tank gaat branden. En na 60 seconden staat dan echt de hele auto in brand. Terwijl de waterstofvlam, dat ziet u aan de linker auto, heel langzaam uitdooft. Omdat die vervliegt, omdat het waterstof vervliegt in de lucht. En na 90 seconden is de waterstofauto nog volledig intact. En is de andere auto dus helemaal in brand gevlogen. Heb ik het hier niet over het risico dat bij de waterstofauto de batterijen in brand vliegen. Want een waterstofauto is in feite ook een elektrische auto. Want je gebruikt de waterstof die je in je tank hebt om brandstofcellen in die auto stroom te laten opwekken. Die uiteindelijk weer in batterijen worden opgeslagen of kunnen worden opgeslagen. En goed, het risico van batterijen, daar hebben we zojuist over gepraat. Dat moet natuurlijk zeker bij auto's goed in de gaten worden gehouden. Nou ja, is waterstof gevaarlijk? Zonder daar ja of nee op te zeggen, moet je natuurlijk vergelijken met aardgas. En dat heb ik hieronder gedaan, een hele lange tekst. Maar ik heb, wat belangrijk is, rood gekleurd en onderstreept. Dus in open gebieden, in de open lucht, is waterstof, een waterstofluchtmengsel niet zo snel explosief. In tegenstelling tot die zeppelin die je in het begin zag. Omdat waterstof als lichtmolecuul heel snel opstijgt in de lucht. U zag dat aan het plaatje van die waterstofauto die brandde. Een tweede belangrijk element is dat waterstof brandt met een onzichtbare vlam voor het menselijke oog. Je kunt wel met een infraroodcamera daarnaar kijken. Maar je ziet met het menselijke oog geen vlam. En het tweede punt is dat die vlam heel erg heet is. Het kan tot 2000 graden Celsius zijn. En vaak is het om die reden dat je het niet ziet lastig te bepalen of er nu een gaslekkage of een fakkelbrand is. Je ziet niet als het brandt bij waterstof. Maar je ziet dan wel de hittestraling als er een brand is. Maar omdat het, laten we zeggen, moeilijk gemengd kan worden met zuurstof in de lucht, is er weinig kans op escalatie, dus op secundaire branden. Veel, veel kleiner dan bij fossiele brandstoffen. En dan wil ik er verder nog aan toevoegen dat waterstof reukloos en kleurloos is. Dat is ook al eerder gezegd vandaag. En als je dus waterstof in de gebouwde omgeving wilt gebruiken als vervanger van aardgas, dan moet je daar iets aan doen. Is het voor de veiligheid belangrijk om een reukstof aan het waterstof toe te voegen, zodat je bij lekkage kunt ruiken dat er iets aan de hand is. Omdat je anders lekkages veel moeilijker kunt vaststellen. Het probleem is dat reukstoffen voor brandstofcellen weer grote nadelen hebben. Dus daar moet een compromis gezocht worden. Goed, risico's in de gebouwde omgeving wil ik me daar nu op focussen. Je moet natuurlijk rekening houden met brandgevaar en explosiegevaar. En dan heb je twee soorten risico's. Namelijk plaatsgebonden en groepsrisico's. Ik hoef u daar weinig over te vertellen, daar bent u expert in. Maar ik wil er wel even wat dieper op ingaan. De plaatsgebonden risico's, daar maak je gebruik van contouren. Het 10-6 per jaar contour is voor u bekend. Daar wordt bij veel brandstoffen mee gewerkt. Voor waterstoftankstations is dat op 35 meter gesteld. En dan moet je je natuurlijk afvragen, ja, als je nu waterstof in een gebouw gebruikt, is datzelfde contour van 35 meter dan ook aan de orde.
Is dat dan 35 meter van een woonhuis? Nou, het antwoord is eigenlijk in de meeste gevallen niet, maar dat moet je via een model bepalen. En een model wat je gebruikt om die contouren vast te stellen, dat is afhankelijk van de parameters in het project. Dus hoe ziet de waterstofinstallatie eruit? Hoe wordt die gemaakt, opgeslagen en gebruikt? Een voorbeeld is die demo die in de stad aan het Haringvliet aan de orde is. Dus mijn oorspronkelijke collega die hier zou spreken, die had daar iets over willen vertellen. Daar staat de waterstofinstallatie op enkele meters van het huis in de tuin. In de tuin van het huis. Dus dat is zeker geen 35 meter. En in de pilot in Hogeveen heb ik de rapporten gezien waarbij de contouren berekend zijn. En dat blijft het plaatsgebonden risico 10-6 binnen het eigen terrein van de woningen in de wijk. Dus dat is eigenlijk op heel korte afstand. Nou, wat is nou het grootste plaatsgebonden risico? Dat is eigenlijk, wat mij betreft, als je waterstof van buiten gaat aanvoeren via een tube trailer, dus via gasflessen. En dan zijn niet zozeer die gasflessen heel erg gevaarlijk, als wel de lekkage die kan ontstaan bij het aansluiten van de tankwagen tijdens het verladen van de waterstof in de opslag. En wat moet je daaruit concluderen? Dat eigenlijk aanvoer van waterstof via het aardgasnet of opwekking vlak bij de woningen veel interessanter is om risico's zo klein mogelijk te houden. En dat wordt in alle pilots die ik in het begin dan heb laten zien dan ook geprobeerd. Dus ofwel opwek vlak bij de woningen, ofwel aanvoer via het aardgasnet, dat er in principe voor geschikt is. Nou, dan heb je groepsgebonden risico's die vooral betrekking hebben op explosiegevaar. En dan gaat het in de meeste gevallen om 10 of meer slachtoffers, want dan praat je van groepsrisico's. Ook daar geldt, bereken die plaatsgevonden kwantitatieve risico's en pas daar risicoanalyses voor explosie op toe. En ga dan uit van directe ontsteking van waterstofgas. En ook dat moet je weer per project apart beoordelen. Risico's in de gebouwde omgeving, maar dan binnenshuis. Op een gegeven moment komt de waterstof het huis binnen. Als je een cv-ketel of een brandstofcel binnenshuis hebt staan, dan moet je daar natuurlijk rekening mee houden wat dat voor veiligheids- en andere risico's betekent. Bij bestaande woningen die je voorziet van een cv-ketel op waterstof, moet je denk ik rekening houden met extra inspectie en keuring door SIOS als het gaat om een opgesteld vermogen van meer dan 100 kilowatt. En dat komt ook vooral omdat de staat van onderhoud van het leidingwerk in dat soort huizen meestal niet bekend is. En ook omdat je natuurlijk er rekening mee moet houden dat het toestel bij vervanging ook extern aan te sturen is. Die binnenleidingen, daar wil ik dadelijk nog even iets over zeggen. En een andere mogelijke oplossing voor mensen die in projecten bezig zijn, is die cv-ketel of de brandstofcel buitenshuis plaatsen. Als dat kan. En ook dat gebeurt en dat verlaagt het risico in ieder geval aanzienlijk. Ja, dan de leidingen tussen de meter en de cv-ketel. Als je daar waterstof door de leiding vervoert, dan heb je een aantal potentiële problemen. Omdat waterstof heel erg vluchtig is, kan het aan een koppeling ontsnappen. Kan het door het materiaal van de leidingen heen gaan. Omdat waterstofgas door de meeste materialen heen gaat, ook de meeste kunststofafsluiters, is het belangrijk om daar rekening mee te houden. Wat je nu ziet is dat in het cv-ketelland, als ik het zo mag noemen, in de meeste pilots, er wordt overgegaan op hybride verwarmen. Dat wil zeggen het gebruik maken van mengsels van aardgas en waterstof. En pas daarna, op grond van de experimenten, wordt overgegaan op transitie naar 100% waterstof. Dat is om met name die risico's op lekkage nog eens een keer heel goed te bekijken. En in appartementen en flats zie je dus vooral dat veel woningen op één waterstofketel worden verwarmd. En ik noem even een proefproject waarbij wij betrokken zijn in Venlo. Algemene adviezen in de gebouwde omgeving. Werk je met waterstof in de gebouwde omgeving, dan houd rekening met beveiliging tegen blikseminslag. Nou, u kent daar ongetwijfeld de regels. Dat komt natuurlijk zelden voor, maar de laatste jaren misschien wat meer. Maar daar kun je heel veel tegen doen. Verder dat die lekkage uit opslag en leidingwerk is iets waar je rekening mee moet houden.
En je moet natuurlijk ervoor zorgen dat je, net als bij een tankstation, ontstekingsbronnen zoveel mogelijk mijdt. En bij sommige type brandstofcellen komen hoge temperaturen, hoge werktemperaturen voor. Denk aan 600 tot 1000 graden. En dus dat betekent dat je dusdanig moet isoleren dat er niet onderdelen oververhit raken. Er wordt natuurlijk een heleboel werk verricht op het gebied van normering en wetgeving en certificering. En er is binnen het NNI een aparte normcommissie voor waterstof en brandstofcellen. En ik heb hier onder de routekaart gezet waarmee zij bezig zijn op dit moment. En ook een aantal titels van normen die u kunt opzoeken als dat aan de orde is. En dan heb je natuurlijk nog Europese normen en die staan in de volgende richtlijnen. Dat ga ik niet oplezen, maar dat kunt u zelf lezen. Dus voor degene die dat interesseert, valt er op dit moment heel veel te vinden. Nou, dan last but not least, er zijn wat algemene conclusies te trekken voor de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving. En dat geldt denk ik voor de hele energietransitie in het algemeen. Loopt wet en regelgeving heel erg achter op die van de toepassing in de industrie en bij transport. Hè. Waterstof wordt bijvoorbeeld in de procesindustrie al tientallen jaren gebruikt en ook opgewekt. En daar heeft men veel meer ervaring met hoe je dat doet en hoe je veiligheidsrisico's moet indammen en voorkomen. En het is eigenlijk voor de gebouwde omgeving van belang dat die achterstand in wet en regelgeving snel wordt ingelopen. Ja, verder wil ik dan nog algemeen hieraan toevoegen, is dat voor specifieke situaties in de gebouwde omgeving projectopzet en lokale parameters bepalend zijn voor de risico-inschatting. En dan gaat het dus niet alleen over het gebruik van waterstof, maar ook over opwek, transport en opslag. Nou, en dan tenslotte, het werd in het begin al genoemd, gedrag, organisatie en techniek. Die driehoek is altijd van belang. En bij de overgang van bijvoorbeeld aardgas naar waterstof dient men rekening te houden met een adequate opleiding van personeel, bijvoorbeeld in installatiebedrijven. Maar dat geldt ook voor de mensen die uiteindelijk een waterstof-CV-ketel of brandstofcel in huis krijgen. Bewustwording is nodig over het afwijkende gedrag van een gas als waterstof. Heel belangrijk. Dan mijn laatste slide. Voor degenen die geïnteresseerd zijn. Vorige maand is in Apeldoorn het Hydrogen Experience Center geopend door Kiwa en Alliander. Dus dat is een woonhuis wat in feite als demo locatie voor het gebruik van waterstof in woonwijken ingericht is. En waar u dus, als u geïnteresseerd bent, wat meer informatie vandaan kunt halen. En dat was het. Dank u voor uw aandacht. Dank u wel, Peter. Er zijn behoorlijk wat vragen. Ik denk dat we er één of twee uit kunnen pakken voordat we naar de volgende spreker doorgaan. Allereerst over het rendement van het opslaan van waterstof. Als je dat vergelijkt met het rendement van opslag van energie in accu's, kun je daar iets over zeggen? Ja, ik heb geen cijfers paraat, maar ik weet dat deze vraag heel, heel vaak opkomt. Het is ook een heel belangrijke vraag. Maar je moet je even afvragen wat het kost om het elektriciteitsnet te verzwaren. Als je stel dat je alles all-electric zou willen doen, in plaats van met waterstof bijvoorbeeld. Opslag van elektriciteit, zeker seizoensgebonden opslag, is heel moeilijk. Want daar hebben we niet de geschikte batterijen voor op dit moment. De batterij zoals die in de vorige presentatie werd getoond, die is in staat om het dag- en nachtritme te overbruggen, maar niet een seizoensritme. En als je dus alles elektrisch wil verwarmen, zoals in sommige regionale energiestrategieën wordt voorgesteld, dan zul je in ieder geval rekening moeten houden met het feit dat je in de winter plotseling te weinig energie kunt opwekken. En als je die niet kunt opslaan, dan heb je echt een probleem. En daarnaast moet het elektriciteitsnet, dat is inmiddels berekend tot Tennet en de netbeheerders, met minstens een factor 6 worden verzwaard. Wat natuurlijk enorme investeringen vergt door de burger op te brengen, uiteraard via de belasting. En je kunt je afvragen of het niet goedkoper en efficiënter is om het via waterstofopslag te doen. Ja, dus het gaat niet alleen over rendement, maar vooral ook over de volledige business case. Absoluut. Procesrendement is wat minder belangrijk. Is natuurlijk in auto's wel belangrijk om vergelijkingen te kunnen maken. Maar in systemen waar het om verwarming gaat, op nationale schaal, moet je naar de hele keten kijken. Okay.
Nog een andere vraag die ik graag aan je voorleg hier. Aan welke metalen moet gedacht worden voor opslag van metaalhydride? En hoe groen is dat eigenlijk? Ja, dat zijn natuurlijk metalen die niet erg fix voorhanden zijn. Denk aan palladium. En dat zit allemaal in de groep van de metalen die bijvoorbeeld ook voor batterijen interessant zijn. En die op dit moment niet enorm voorradig zijn in de wereld. Dus ik ben het met de vraagsteller eens dat daar wat minder duurzame kanten aan kunnen kleven. Dus daar moet je goed naar kijken. Helder. Nog een laatste vraag en dat is dan ook een mooi bruggetje, want het gaat over een auto. En welke risico's kleven er aan het directe gebruik van waterstof in een verbrandingsmotor ten opzichte van een brandstofcel in een personenauto? Nou ja, laat ik vooropstellen dat verbranding van waterstof in een verbrandingsmotor nauwelijks of niet plaatsvindt. Het bedrijf BMW heeft daar wel naar gekeken, maar heeft er ook weer om rendementsredenen en veiligheidsredenen van afgezien, voor zover ik geïnformeerd ben. Maar auto's, ook vrachtwagens dus, worden aangedreven met brandstofcellen die op waterstof lopen. En de energie die dan even niet gebruikt wordt, die wordt in kleine batterijen opgeslagen. En het grote voordeel ten opzichte van full electric auto's is natuurlijk dat die batterijen veel kleiner kunnen zijn. Uiteraard zitten er andere veiligheidsrisico's aan vast. Ik liet het plaatje in het begin al zien van een waterstofauto waarbij de tank in brand gaat. Om wat voor reden dan ook. Nou gebeurt dat heel weinig, denk ik. Maar stel dat het gebeurt, dan krijg je dus een vlam die eruit ziet zoals op dat plaatje en niet een auto die meteen in brand vliegt. Maar een ander verhaal is natuurlijk bij de batterijen die in die auto zitten. Als die te heet worden en in brand vliegen, dan heb je wel een verhaal waar je rekening mee moet houden.